Welkom iedereen. Namens de Koning Boudewijn Stichting wil ik jullie graag bedanken voor jullie grote virtuele aanwezigheid en voor jullie interesse in de problematiek van dak- en thuisloosheid in België. Voor we van start gaan, geef ik jullie graag nog eerst wat praktische informatie mee. De webinar zal worden opgenomen en zal binnenkort beschikbaar zijn op zowel de website als op het YouTube-kanaal van de stichting. Ook alle rapporten zal u hier kunnen in terugvinden. Er is ook een chatfunctie aanwezig. Gezien het grote aantal deelnemers zullen we in de mate van het mogelijke jullie vragen proberen te beantwoorden. In geval van onbeantwoorde of bijkomende vragen kan u ons achteraf ook nog altijd contacteren. Op het einde van de webinar geven we jullie ook nog onze contactgegevens door. Simultaanvertaling is ook voorzien. De webinar kan bekeken worden via 3 verschillende kanalen die we ook nog even in de chat zullen plaatsen. 1 versie die volledig vertaald wordt in het Nederlands, een versie die volledig vertaald wordt naar het Frans en een niet vertaalde versie. U vindt de linken dus telkens terug in de chatfunctie. Mijn collega's zorgen hiervoor. En in geval van zeer dringende vragen kan u nog altijd een mailtje sturen naar mijn collega Nathalie Troupé. Ook haar gegevens kan u terugvinden in de chat. Vooraleer de onderzoeksteams ons de resultaten van de tellingen toelichten, lijkt het me belangrijk kort even te schetsen waarom we deze tellingen juist organiseren. Binnen de activiteiten rond huisvesting heeft de stichting in het kader van haar strategisch plan 2020-2024 beslist om te focussen op de situatie van de meest kwetsbare personen in België, zijnde zij die geen toegang hebben tot een thuis. We vrezen dat deze thematiek van thuisloosheid in de toekomst alleen nog maar een belang zal winnen. De stijgende energie- en huisvestingsprijzen, de toenemende inflatie, maar nu ook de oorlog in Oekraïne, zijn alvast geen positieve evoluties en zetten de toegang tot huisvesting verder onder druk. Het is dan ook meer dan ooit van belang om een optimaal beleid te gaan voeren tegen dak- en thuisloosheid. In 2018-19, dus door organisaties te gaan ondersteunen die met dak- en thuisloze personen werken, kwam de stichting tot verschillende constataties. Ten eerste constateerden we dat er weinig consensus bestaat over wat dak- en thuisloosheid precies inhoudt. Dat de meningen daaromtrent verschillend zijn. Dat er ook nauwelijks cijfers beschikbaar zijn over de problematiek in België en dat er zeer weinig geweten is over wie deze personen juist zijn. Nochtans lijkt het ons belangrijk te beschikken over duidelijke, betrouwbare en vergelijkbare cijfers, indien we op een effectieve manier de problematiek willen tegengaan en ook een adequaat beleid willen voeren. Ce qui nous a frappé aussi, c'est le fait que malgré le manque de consensus qui existe autour de la définition de la thématique en Belgique, et que les différentes autorités belges ont bel et bien adopté une définition cadre claire sur le sans-abrisme et l'absence de chez-soi en se basant sur la catégorisation de ethos light. Les différents niveaux de pouvoir politique semblent aussi s'accorder sur le fait qu'un monitoring est nécessaire. Or, des équipes de recherche avaient déjà élaboré en 2018 une stratégie de monitoring. La Fondation Roi Baudouin a donc décidé de soutenir ces équipes pour donner une impulsion à l'organisation du dénombrement cohérent et uniforme dans l'ensemble du pays, qui se base avant tout sur une méthodologie comparable. Il s'agit des équipes de recherche de Lucas Kaye-Leuve et de Sirtes UCL, sous la direction des professeurs Hermans et Wagner. Dans quelques instants, ils vont vous présenter les résultats des dénombrements qui ont été organisés en octobre 2021 à Charleroi, à Namur, dans le sud de la Flandre occidentale et dans la zone de soins de première ligne Bravio, autour de Vilvoorde. Ces dénombrements s'inscrivent dans la continuité de ceux qui ont été réalisés par la KUL et par l'Université de Liège avec M. Patrick Italiano en 2020 à Arlon, Liège, Gand et dans la province du Limbourg. Alors avant que je ne cède la parole aux équipes, je crois qu'il est très important de souligner que ces dénombrements, ils n'auraient pas
pu avoir lieu sans le courage politique de la part des autorités locales qui y ont participé. Récolter, diffuser de tels résultats représente en effet un risque de s'exposer à des critiques, puisque cela montre que la problématique n'est pas encore résolue. Nous tenons vraiment à le souligner et aussi à remercier ces autorités. Nous tenons également à remercier les plus de 150 organisations coopérantes pour leurs efforts et leurs contributions à ces dénombrements. Sans eux, il n'aurait tout simplement pas eu de dénombrement possible. Je donne maintenant la parole au professeur Koen Hermans pour expliquer plus en détail les résultats. Goedemiddag allemaal, ook van onze kant, van de hele onderzoeksploeg. Veel dank voor de interesse die jullie vertonen in ons werk. We willen heel graag die aanpak van Dak en Thuis, zoals zij het, verder op de politieke agenda zetten. En we zijn ervan overtuigd dat cijfers daartoe een heel belangrijke, niet de belangrijkste, maar wel een belangrijke rol spelen. Als het goed is, ziet u ondertussen mijn presentatie. We gaan in het komende uur met jullie doorheen de belangrijkste cijfers gaan. We gaan ook nog heel eventjes stilstaan bij de methode, zodat jullie ook daar helemaal in mee zijn. En in het derde deel van de presentatie gaan we ook een aantal meer overkoepelende globale vaststellingen op basis van deze cijfers geven. Het vertrekpunt van ons werk is de Belgische definitie van dak- en thuisloosheid. En die Belgische definitie is ook terug te vinden in het interfederale samenwerkingsakkoord omtrent de aanpak van dak- en thuisloosheid. Op 12 mei 2014 stemden de gewesten, gemeenschappen en de federale overheid af om tot een meer globale, geïntegreerde aanpak te komen van dak- en thuisloosheid. Opnieuw werd de wettelijke definitie van dak- en thuisloosheid bevestigd, maar de ondertekende partijen benadrukten ook, en u ziet dat onderaan, het belang van meer gegevensverzameling, van een afgestemde gegevensverzameling in de verschillende regio's en gemeenschappen van dit land. Dat was de intentie die de verschillende niveaus hebben uitgesproken. Daarna hebben we met een aantal onderzoeksploegen verder op dat laatste punt gewerkt. We voerden de MEHO-BEL-studie uit, Measuring Homelessness in Belgium. Een studie die gefinancierd werd door BELSPO, de federale dienst wetenschapsbeleid. En het doel van die studie was tot een meer geïntegreerde, afgestemde aanpak van het monitoren van dak- en thuisloosheid te komen. In die studie formuleren we een aantal aanbevelingen over hoe het best die problematiek in kaart gebracht kan worden. Een van de aanbevelingen van die studie luidde dat er een nationale point-in-time-telling zou moeten komen. En een point-in-time-telling betekent heel concreet dat we op één specifiek moment, één specifieke dag, in het hele land, op het hele grondgebied, proberen om alle mensen die zich bevinden in een situatie van dak- en thuisloosheid te meten, te tellen. In 2018 hebben we deze studie afgerond en we hoopten effectief dat er op het interfederale niveau stappen vooruit zouden gezet worden om te komen tot zo'n geïntegreerde aanpak. Maar in die periode bleek dat op dat moment niet mogelijk te zijn. En onze studie dreigde opnieuw in de kast terecht te komen. Maar gelukkig waren toch een aantal partners die overtuigd waren van het werk dat we aan het doen waren. Aan de ene kant was het de stad Leuven die ons kwam opzoeken om een eerste telling te organiseren in de hele stad. En in dezelfde periode, dat moet ergens in 2019 geweest zijn, contacteerde ons de Koning Boudewijn Stichting om aan te tonen dat het werk dat wij doen, de methode die wij voorstellen, dat die ook werkt. En dat heeft ertoe geleid dat wij in oktober 2020
de methode voor een eerste keer hebben uitgeprobeerd in een viertal steden en regio's, en meer bepaald Gent, de hele provincie Limburg, Aarle en Luik. We hebben onze aanpak ook verder doorvertaald naar een heel praktische handleiding over hoe dat het best kan gebeuren. We presenteerden net een jaar geleden de eerste resultaten van die tellingen. En we moesten vaststellen, of we stelden vast, dat aan de ene kant de tellingsmethode werkt, dat zij heel relevante resultaten oplevert, maar ook dat de tellingsmethode de steden en gemeenten en regio's in beweging zetten. En dat zorgde ervoor dat de Koning Boudewijn Stichting de samenwerking met de onderzoeksequipes verlengde. Aan Waalse kant kwam Martin Wakener erbij en in Vlaanderen gingen wij met Lucas Kaye-Leuven verder aan de slag. En we presenteren daarom ook graag het werk dat we in oktober 2021, maar ook in de periode die daaraan vooraf ging, hebben uitgevoerd in Namen, Charleroi, Zuidwest-Vlaanderen en ook de eerste lijnzone Bravio, de zone waartoe Vilvoorde en een aantal omliggende gemeenten behoort. We tellen effectief helemaal op het einde van oktober, maar heel die telling is toch een zeer intensief proces van een tiental maanden. We starten in maart van het jaar en wat voor ons heel belangrijk is, is dat we ook politieke steun hebben van zowel de gemeenten, de stadsbesturen, als de OCMW's in die gemeenten. We vinden het heel belangrijk dat we daar een gemeenschappelijk vertrekpunt hebben. We werken ook heel intensief samen met een aantal lokale diensten op het terrein. We hebben een lokale coördinator die het hele proces op een goede manier mee begeleidt. We zetten trainingen op om de teldiensten, de diensten die tellen, te vormen in de methode die we hanteren. En dan in eind oktober is de dag aangebroken waarop we met z'n allen tellen. Eén keer dat we geteld hebben, gaan de gegevens naar de onderzoekers. Zij zijn de eigenaar van de onderzoeksgegevens. Zij hebben toegang tot de databank en gaan dan de gegevens analyseren. De interpretatie van de gegevens doen we niet alleen als onderzoekers, maar doen we samen met de betrokken diensten. Zij leveren bovendien ook casussen uit hun eigen praktijk aan die de verhalen achter de cijfers verduidelijken, die de cijfers levendig maken. Wie tellen we dan nu precies? Ik verwees al naar de wettelijke definitie van dak- en thuisloosheid, maar we gebruiken daarvoor Ethos Light. Ethos Light is een Europees systeem, een Europees instrument dat een zestal types van dak- en thuisloze situaties onderscheidt. U ziet ze daar op de slide. We tellen mensen die op straat slapen, categorie 1. We tellen mensen die gebruik maken van de nachtopvang, waar u één nacht kan doorbrengen en de volgende ochtend terug op straat staat. We tellen mensen die verblijven in residentiële opvangcentra voor dak- en thuislozen, of die verblijven in een doorgangswoning van het OCMW, categorie 3. We tellen ook mensen die langer dan nodig in een instelling verblijven. Dat gaat dan om mensen in de gevangenis, mensen in de psychiatrie, in de jeugdhulp, in de verslavingszorg, die de instelling mogen verlaten, maar geen woonoplossing hebben. Of het gaat om mensen die zeer snel binnen de maand die instelling verlaten zonder woonoplossing. We tellen ook mensen die in een niet-conventionele woning of plek verblijven. Het gaat dan om een caravan, een hut, een garage, een kraakpand en zo verder. En we tellen een heel belangrijke categorie, dat zal straks nog duidelijk worden, met name mensen die verblijven bij vrienden en familieleden omdat ze geen andere woonoplossing hebben. Die zes categorieën samen vormen Ethos Light. En ik wil toch ook nog van de gelegenheid gebruik maken dat ook op Europees niveau nogmaals bevestigd is op in het kader van de Europese Commissie dat Ethos Light het richtinggevende instrument is om in de toekomst dak- en thuisloosheid in heel Europa te gaan meten. Zelf voegen wij daar in België een zevende categorie aan toe, met name mensen die
bedreigd worden door uithuiszetting, mensen die binnen de maand hun woning moeten verlaten. Ik zei al dan, we werken met een heleboel diensten, u zult straks de concrete aantallen daarvan zien, die met ons meetellen. Het gaat natuurlijk over de diensten die specifiek werken met dak- en thuislozen, maar we maken ook veelvuldig gebruik van eerste lijnsdiensten. De OCMW's en meer bepaald de sociale diensten van de OCMW's zijn een essentiële partner in deze tellingsmethode. We werken samen met de instellingen, we werken samen met de NMBS en de politie. We betrekken zoveel als mogelijk de laagdrempelige diensten, zoals bijvoorbeeld een sociaal restaurant, zoals een buurtcentrum en zo verder. En we betrekken ook woonactoren, met name de sociale huisvestingsmaatschappijen, omdat zij vaak een goed zicht hebben op mensen die dreigen uit huis gezet te worden. Goed, tot zover heel snel door de methode. Ik geef nu graag het woord aan Nicolas, die de resultaten van de stad Charleroi zal samenvatten. Nicolas? Oui. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter donc les résultats obtenus à Charleroi. Donc à Charleroi, 41 organisations ont participé au dénombrement. C'est-à-dire que 41 organisations ont encodé des questionnaires permettant de dénombrer le nombre de personnes en situation de sans-abrisme ou d'absence de chez soi à Charleroi. Quelques tendances peuvent être observées par rapport au dénombrement opéré à Charleroi. Tout d'abord, on observe un nombre important de personnes qui ont séjourné dans l'espace public ou dans un logement non conventionnel. Par logement non conventionnel, comme Koun l'a dit, on entend par exemple les squats, une tente, un garage, une voiture, etc. On observe également qu'une personne sur deux est en instabilité de logement depuis plus d'une année, donc depuis plus d'un an. Une personne sur trois dénombrée à Charleroi a une problématique d'assuétude. Et enfin, à Charleroi, un comptage nocturne étendu à différentes zones autour de Charleroi a été opéré dans la nuit du 28 au 29 octobre. Et ce dénombrement nocturne a mobilisé une centaine de travailleurs qui ont donc dénombré les personnes présentes dans l'espace public le soir du 28 octobre. Donc ce dénombrement a permis de récolter plusieurs informations auprès des personnes, et c'est ce qu'on va vous présenter dans la suite de ces slides. Donc, par rapport aux catégories de logements que Koun a présentées précédemment, on observe donc que 950 adultes ont été dénombrés à Charleroi. Parmi ces 959 adultes, 302 personnes, ce qui représente 31,5% des personnes dénombrées à Charleroi, séjournaient chez des amis ou de la famille. On observe également qu'à peu près une personne sur cinq séjournait dans un foyer d'hébergement. Les 959 personnes ont été dénombrées via des questionnaires donc administrés, mais on peut également avoir des informations sur les enfants en situation de sans-abrisme ou d'absence de chez soi. À Charleroi, on a dénombré 200 enfants dans ces situations via les questionnaires administrés à leurs parents. On a donc la possibilité de déterminer dans quelle situation de logement se trouvent ces enfants. On constate qu'un peu plus de la moitié d'entre eux séjournaient en foyer d'hébergement, ce qui représente 50,5% des enfants, tandis qu'à peu près 30% séjournaient chez des amis ou de la famille avec leurs parents. Au niveau de la distribution du genre, on constate qu'à Charleroi, 70,6% des adultes dénombrés sont des hommes, tandis que 29,1% sont des femmes. La composition des ménages des adultes dénombrés à Charleroi est la suivante. Donc on a 73,9% des personnes qui vivent isolées sans enfants, 5,4% qui sont en couple sans enfants également, 8,7% des personnes qui vivent isolées avec des enfants et enfin 4,1% des personnes qui vivent en couple avec des enfants. Au niveau des catégories d'âge, le dénombrement nous apprend que 18,9% des personnes dénombrées, soit une personne sur cinq, a entre 18 et 25 ans. C'est ce qu'on appelle dans le rapport et dans la recherche les jeunes adultes. On constate également que la plupart des catégories d'âge sont représentées au sein de la population dénombrée. Au niveau de la nationalité, 80,5% des personnes dénombrées à Charleroi ont la nationalité belge, tandis que 74,6% sont nées en Belgique.
Parmi les personnes qui n'ont pas la nationalité belge, ce qui représente environ 200 personnes dénombrées, on constate que 47,7% d'entre elles n'ont pas de document de séjour valide, tandis que 12,3% d'entre elles ont un titre de séjour temporaire. Comme je vous l'ai dit, le dénombrement permet d'obtenir des informations plus ou moins variées sur la population dénombrée. On peut par exemple pointer la durée de l'instabilité des logements, de l'instabilité de logement des personnes. C'est-à-dire, on s'intéresse à la période depuis laquelle la personne est en instabilité de logement. À Charleroi, on constate que plus d'une personne sur deux est en instabilité de logement depuis un an au minimum. Et de façon plus précise, on constate qu'une personne sur trois est en instabilité de logement depuis plus de 2 ans. On peut également avoir des informations en ce qui concerne la santé des personnes. Donc, à Charleroi, on constate que 250 personnes déclarent ne pas avoir de problème de santé, ce qui constitue 26% de l'échantillon. Au niveau des problèmes de santé plus spécifiques des personnes, on constate que 31,7% des personnes ont des problèmes d'addiction, comme je vous l'ai dit au début. 13,2% ont des problèmes de santé chroniques à long terme. 17,2% des personnes dénombrées ont des problèmes de santé mentale. 2,7% ont un handicap physique. Et 5,2% ont un handicap mental. Bien entendu, les personnes peuvent avoir plusieurs problématiques et il n'est pas rare de retrouver certaines personnes qui ont à la fois une problématique d'addiction, une problématique de santé mentale, etc. Le dénombrement permet d'avoir, comme je vous l'ai dit, des informations sociodémographiques, mais également avoir certaines informations un peu plus pointues, dues notamment à la connaissance des travailleurs que les travailleurs ont du public cible. Donc, par exemple, on est capable d'avoir les informations concernant le passé en institution de ces personnes. Et donc, lorsqu'on se penche sur ces informations, on constate qu'à Charleroi, 10,1% des personnes ont déjà séjourné en établissement psychiatrique, ce qui représente une personne sur 10 du total des personnes dénombrées à Charleroi. 8% des personnes ont déjà été en institut de la jeunesse et presque une personne sur 5, ou même un peu plus d'une personne sur 5, a déjà séjourné en prison parmi les personnes dénombrées à Charleroi. À nouveau, les personnes peuvent évidemment avoir été séjournées à la fois en établissement psychiatrique, en institut de la jeunesse et en prison. Enfin, on peut cibler de façon plus précise le public housing first, donc c'est-à-dire les personnes qui sont en instabilité de logement depuis plus de 2 ans et qui ont une problématique psychique ou d'addiction, ou bien les deux problématiques. Et on constate qu'à Charleroi, c'est 170 personnes qui font partie de ce public cible, en tout cas le public qui peut être ciblé par le processus Housing First. Enfin, la dernière information qu'on peut vous présenter aujourd'hui, c'est concernant le revenu des personnes. Donc, on constate que 13% des personnes dénombrées à Charleroi n'ont pas de revenu, 2% ont un revenu issu du travail, 6,4% ont un revenu informel, et enfin, 79,1% des personnes dénombrées à Charleroi ont un revenu ou une allocation de remplacement. Oké, dankjewel Nicolas voor de toelichting van de resultaten van Charleroi. Dan geef ik graag het woord aan Evelien de Maarschalk, die de resultaten zal samenvatten voor de eerste lijnzone Bravio, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout. Evelien? Goedemiddag. Ik ga jullie inderdaad iets vertellen over deze eerste telling die plaatsvond in eerste lijnzone Bravio. In Bravio hebben we geteld samen met 34 organisaties. Dus 34 organisaties hebben deelgenomen en daarvan konden er 20 organisaties één of meerdere personen meetellen. Wat valt er op, vooral in deze eerste lijnzone Bravio in de telling? Dat er eigenlijk vrij weinig opvang is, opvang en ook doorgangswoningen en ook een beperkt aantal instellingen in de regio. Heel opvallend ook is het aantal personen die al een langere tijd, dus bijvoorbeeld 1 op 3 personen, is al meer dan 2 jaar zonder stabiele woonoplossing. In Kampenhout is er een camping, wat eveneens een invloed heeft op de cijfers, zoals jullie verder zullen zien. En in Zemst is er een voormalige camping die nu woongebied is. Willen jullie daar meer over weten? Dat staat uitgebreider uitgelegd in ons rapport. Dus ik verwijs graag naar ons rapport voor meer informatie rond de campings. En we hopen dat de telling gaat bijdragen tot ja, wat meer netwerkvorming in de regio.
Als we dan naar de cijfers kijken, we hebben in Eerste Lijnszone Bravio 178 personen geteld. Daarvan verblijven er 10 effectief op straat. En één iemand bracht de nacht door in een noodopvang, in een nachtopvangcentrum. Dat was niet in de eigen regio. We telden 22 personen in opvang of tijdelijk verblijf. Daar waren er 5 personen die verbleven bij CAW, 9 personen in een doorgangswoning van het OCMW en 4 personen vonden opvang in een opvangcentrum buiten de eigen regio. We telden 7 personen die een instelling hadden moeten reeds verlaten of deze zullen verlaten binnen een maand. En die dus ook geen woonoplossing hebben. Daarvan waren er 2 personen die in een algemeen ziekenhuis verbleven en 2 personen in een psychiatrisch ziekenhuis. We telden een redelijk grote groep, 37 personen, in een niet-conventionele woning. Daarvan verbleven 4 personen in een auto of vrachtwagen, 1 persoon in een tent, 1 persoon in een garage, 2 personen in een kraakpand en 22 personen telden we mee in een camping. Dat waren allemaal personen die verbleven in de camping in Kampenhout. En zoals ik dat al zei, als jullie meer willen weten over de exacte situatie en ook de vergelijking, zoals ik daar juist al zei, met de situatie van de voormalige camping in Zemst, verwijs ik graag door naar het rapport. We vertelden de grootste groep, dus bijna de helft van het aantal getelde personen, telden we personen die tijdelijk bij familie of vrienden inwonen. En 21 personen dreigen binnen de maand hun huis te verlaten. Als we dan gaan kijken naar het aantal mannen en vrouwen, zien we dat er 62% van de getelde personen is mannelijk. Maar we zien dan natuurlijk wel een verschil afhankelijk van de verblijfssituatie van de persoon. Het percentage vrouwen, procentueel gezien, is hoger in de opvang en tijdelijk verblijf en zeker ook bij familie en vrienden. We telden ook 51 kinderen. Van deze kinderen verblijven er 8 met 1 of meerdere ouders in een opvang of tijdelijk verblijf. 4 kinderen telden we mee in een niet-conventionele woning. 21 kinderen verblijven samen met hun ouder of ouders tijdelijk bij familie of vrienden. En 18 kinderen dreigen er binnen de maand hun woonst te verliezen. Als we dan kijken naar de samenstelling van het huishouden, zien we dat 53% van de getelde personen alleenstaande is. Bij 19% van de alleenstaanden is er 1 of meerdere kinderen direct of indirect betrokken. 9,6% van de getelde personen heeft een partner. En 5% van de personen heeft een partner en 1 of meerdere direct of indirect betrokken kinderen. Als we dan gaan kijken naar de leeftijd, zien we, gelijkaardig als in andere tellingen, een 18% van jongvolwassenen. Maar toch wel opvallend in deze regio is het aantal 60-plussers. Dus meer dan 10% van de getelde personen is ouder dan 60 jaar. Als we dan gaan kijken naar de nationaliteit, zien we 62% van de personen met een Belgische nationaliteit en 47% van de personen is geboren in België. De meest voorkomende andere geboortelanden en nationaliteiten in deze regio is Marokko, Roemenië en Congo. Als we dan gaan kijken naar de niet-Belgen, zien we dat 22% een tijdelijk verblijf kent en 34,5% heeft een onwettig verblijf. Dan zien jullie hier van boven in de tabel de duur, de periode dat personen dus al zonder stabiele woonoplossing zijn. En zoals ik in het begin al zei, is er toch wel een grote groep, 1 op 3, die al meer dan 2 jaar zonder stabiele woonoplossing leeft. Als we dan gaan kijken naar de gezondheid van de getelde personen, zien we dat 20%, dus 1 op 5, heeft geen problemen met de gezondheid. En 30% van de personen heeft een vermoedelijk probleem met de geestelijke gezondheid. Bij 17% is er een vermoeden van verslaving. Bij 6 personen hebben een fysieke handicap, 14 personen een verstandelijke handicap. En bij 22% van de personen is er een chronische lichamelijke probleem.
Als we dan gaan kijken naar de doelgroep Housing First, dus hier eveneens bepaald door personen die al langer dan 2 jaar zonder stabiele woonoplossing leven en die een vermoeden van verslaving en of psychiatrische problematiek hebben, dan telden we zo 25 personen in eerste lijn Zona Bravio. Als we dan gaan kijken naar wat het verleden is in een instelling van deze personen, zien we dat 14% van de personen ooit een verblijf in een psychiatrische instelling kende. 7% van de personen verbleef ook in de jeugdhulp. En 9,6% van de personen kende ooit een verblijf in de gevangenis. Dan ook nog het inkomen. Een redelijk grote groep personen, dus 18,5% van de personen, heeft een tijdelijk of vast heeft tijdelijk of vast werk. 15% van de personen heeft geen inkomen, 3,9% een informeel inkomen en bijna de helft van de personen heeft een vervangingsinkomen. Daarvan is 26% van de groep heeft momenteel een inkomen uit leefloon. Dan kunnen we nu verder gaan, als alles goed gaat, naar een getuigenis van twee jongeren uit Namur. Jean, bon, ça va? Tranquille, Nostra. Ouais, tranquille. Tu fais quoi? Ouais, rien, je vais vous aider, toi. Sinon, ça s'est bien passé, sinon, quand tu es venu chez moi. Franchement, je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu as fait. C'est normal, j'allais pas te laisser comme ça. Moi, je me suis retrouvé dans la rue, ouais, allez, on va dire, j'avais 17 ans. Pendant 3 mois, j'ai dormi dans un parking, donc vraiment avec des potes à moi. Puis le 4e mois, je suis tombé dans un squat. J'ai vraiment rencontré des gens. Je pensais même pas que ça existait, quoi. Genre des gens qui fumaient la coke. Genre il y avait tout le temps des embrouilles. Une fois, j'ai même vu un type lancer une hache à la gueule de quelqu'un et ça l'a raflé, quoi. Ça l'a clairement raflé, sinon. C'est tellement qu'on est dans nos pensées, dans nous dire est-ce que demain on va dormir là, chez un ami, ou trouver aussi un logement, est-ce que mes démarches ça va avancer, parce que c'est difficile de. De pas péter un peu. Bah c'est bien, j'ai encore un problème de carte d'identité et de ça, toutes ces conneries-là. Ce que je n'ai toujours pas compris, et encore là, à l'heure actuelle, je ne comprends pas, c'est pourquoi ça a pris autant de temps pour faire justement des papiers, parce que soi-disant, il fallait que j'attende de récupérer des papiers, soi-disant, il fallait que j'attende ci, soi-disant, il fallait que j'attende ça. Mais derrière tout ça, la personne creuse, quoi, et ça. Ils s'en rendent pas compte, quoi. Salut, merci. Salut, ça va, merci. C'est cool. Cherche un logement. Et c'est souvent les personnes qui sont les plus correctes et ceux qui sont en plus de difficultés qui sont refusés parce qu'on est au CPS, parce qu'on n'a pas de travail. Oh, ça va? Ben déjà, je suis tombé sur une déléguée, c'était une ange, clairement. Genre, ce qui fait qu'elle s'est vraiment donnée à fond. Déjà, s'il y aurait plus de gens comme ça, je pense qu'il y aurait déjà moins de gens dans la rue, clairement. Ben, je me sens pas bien. Enfin, je me sens pas trop bien en moi, quoi, parce que un logement, c'est son logement à soi, on fait ce qu'on veut, quoi. On peut trouver du travail, rentrer on a ses propres conditions, on fait ses propres règles. Ouais, non, je suis vraiment convaincu que, que le contact humain est beaucoup plus important que l'argent, tout ce qu'ils veulent. Parce que par exemple, les 9 mois où j'étais dehors, même là maintenant je sais même plus comment je faisais pour manger, il y avait des jours de jeûne clairement, il y avait vraiment des jours de jeûne, mais il y avait les personnes, il y avait clairement les personnes, ce qui fait que ça m'a aidé à ne pas perdre la tête, à garder confiance en moi, à garder mes objectifs en tête, quoi. C'est pas justement leur sous là de sans-abri là qui très éphémère, quoi. Très éphémère, ok, t'as les sous de sans-abri, bam bam tu les as claqués et puis quoi. Goed, dan gaan we nu over naar namen. Ik geef graag het woord aan Nicolas. Nicolas, doe maar. Bien, je vais maintenant vous présenter les résultats obtenus à Namur. Donc à Namur, 42 organisations ont participé au dénombrement. Donc 42 organisations ou services différents ont encodé des questionnaires permettant de dénombrer 874 personnes. Alors, les tendances qu'on peut observer à Namur, c'est notamment qu'on a un groupe important de femmes et un groupe important de jeunes adultes. Et également un groupe important d'enfants directement concernés par une situation de sans-abrisme ou d'absence de chez soi.
On a 2 personnes sur 5 qui sont dans une situation d'instabilité de logement depuis moins d'un an. Et alors, en fait, ce dénombrement, il s'inscrit de manière plus globale dans une dynamique portée par une charte communale pour la fin du sans-abrisme qui a été adoptée l'an dernier par la ville. À Namur, il y avait également une diversité assez importante des services concernés qui ont participé au dénombrement. Et il y a également eu un comptage nocturne qui a eu lieu à Namur, donc en soirée le 28 octobre. Au niveau des situations de logement des personnes, donc comme je vous l'ai dit, on a 874 adultes qui ont été dénombrés et 272 enfants qui ont été dénombrés via leurs parents. Au niveau des situations de logement des adultes, on observe que une personne sur trois, donc 33,2% des personnes, séjournaient chez des amis ou de la famille. Au regard, on voit également que toutes les catégories de la typologie et de slide sont représentées. Donc, on a à peu près 10% des personnes qui séjournaient dans l'espace public, 44 personnes qui séjournaient en hébergement d'urgence, 19,1% qui séjournaient en foyer d'hébergement, 10,3%, donc 90 personnes en institution, 10,6%, donc 93 personnes dans un logement non conventionnel et 36 personnes, ce qui représente 4,1%, dans un logement sous menace d'expulsion. Au niveau des enfants, on constate que les enfants séjournaient majoritairement avec leurs parents, soit dans un foyer d'hébergement, donc 37,1% des enfants, soit chez des amis ou de la famille avec leurs parents, qui représente 37,9% du total des enfants dénombrés. Au niveau du genre, on constate qu'à Namur, 64,3% des personnes étaient des hommes, tandis que 35,6% étaient des femmes. La composition du ménage fait ressortir 61,6% de personnes qui vivent isolées sans enfants, 4,5% des personnes qui vivent en couple sans enfants, 14,8% des personnes qui vivent isolées mais avec des enfants et 6,9% des personnes qui vivent en couple avec des enfants. Au niveau des catégories d'âge, on regarde particulièrement à Namur que toutes les catégories d'âge sont représentées vis-à-vis des personnes dénombrées. Donc, on a notamment 1 personne sur 5 qui est un jeune adulte, donc qui a entre 18 et 25 ans, mais on observe également qu'on a des personnes qui ont 80 ans et plus, donc 0,3% des personnes. Donc, on voit que l'âge est représenté dans toutes les catégories d'âge à Namur. Au niveau de la nationalité, 72,4% des personnes dénombrées à Namur ont la nationalité belge, tandis que 64,6% des personnes sont nées en Belgique. Parmi les personnes qui n'ont pas la nationalité belge, donc ce qui représente un peu plus de 25% des personnes dénombrées, 47,6% d'entre elles n'ont pas de document de séjour valide, tandis que 18,7% d'entre elles ont un permis, un titre de séjour temporaire. Au niveau de la durée de l'instabilité de logement, comme je vous l'ai dit, on a une proportion importante de personnes qui sont en instabilité de logement depuis moins d'un an. De façon plus précise, on constate que 16% des personnes sont en instabilité de logement depuis moins de 3 mois, au moment du dénombrement, le 29 octobre. Et on constate également que un peu moins d'une personne sur trois est en instabilité de logement depuis plus de 2 ans. Au niveau de la santé, 211 personnes, donc 24,1% des personnes dénombrées à Namur, déclarent ne pas avoir de problème de santé. À nouveau, plusieurs problématiques de santé peuvent être pointées au sein de la population dénombrée. Donc 26,8%, donc un peu plus d'un quart des personnes dénombrées, ont une problématique d'assuétude. 12% des personnes dénombrées ont des problèmes physiques sur le long terme. 5,4% des personnes ont un handicap physique. 7,8% ont un handicap mental. Et enfin, un peu plus d'un quart des personnes, donc 25,3% des personnes dénombrées, ont des problèmes psychiques ou psychiatriques. Au niveau du passé en institution, on observe qu'à Namur, 19,6% des personnes, donc à peu près 1 personne sur 5 dénombrées à Namur, a déjà séjourné en établissement psychiatrique par le passé. 7,7% des personnes ont déjà été en institut d'aide à la jeunesse. Et enfin, 13,7% des personnes dénombrées à Namur ont déjà été en prison. En ce qui concerne le groupe cible Housing First, donc pour rappel, ce sont les personnes qui sont dans la rue qui sont en instabilité de logement depuis plus de 2 ans et qui ont une problématique soit psychique, soit d'addiction, soit les deux. À Namur, ce groupe concerne 148 personnes, donc 16,9% du total des adultes dénombrés.
Et enfin, en ce qui concerne la question du revenu, à Namur, 17,7% des personnes dénombrées déclarent ne pas avoir de revenu, tandis que 4,8% des personnes déclarent avoir un revenu issu du travail, qu'il soit temporaire ou permanent. 3,3% des personnes ont un revenu informel. Et enfin, 70,8% des personnes ont un revenu ou une allocation de remplacement. Voilà qui clôture la présentation pour Namur. Dankjewel, Nicolas. En dan gaan we nu over naar Nana. Nana Mertens, die de telling in Zuidwest-Vlaanderen mee uitvoerde. Ja, goedemiddag iedereen. Ik ga de voornaamste resultaten van de telling in de regio Zuidwest-Vlaanderen voorstellen, een regio met 14 steden en gemeenten. Op 29 oktober vond de teldag ook plaats in deze regio en telde 45 verschillende organisaties mee. Uit de resultaten blijkt dat er in deze regio een grote groep personen verbleef in tijdelijke opvang. Werd er ook een proportioneel groot aantal kinderen geteld, ongeveer 1/3 van alle getelde personen. Verder hebben we met deze regionale telling ook cijfers voor meer landelijke gemeenten over dak- en thuisloosheid in kaart kunnen brengen. En deze telling werd ook gekenmerkt door een performante coördinatie van de welzijnsvereniging W13 en een zeer grote betrokkenheid van de steden en gemeenten. Verder was er ook een bijzondere aandacht voor de personen die een LOI moeten verlaten in deze telling. Dan zien jullie hier de resultaten voor de woonsituatie van de getelde personen in Zuidwest-Vlaanderen. In totaal telden we 1313 personen, waarvan 834 volwassen personen en 479 direct betrokken kinderen. Kinderen die dus de woonsituatie delen van hun ouder of ouders. Voor de volwassen personen zien we dat de grootste groepen, 264 personen, verbleven in opvang en tijdelijk verblijf, waarvan 120 personen in een doorgangswoning. De tweede grootste groep, 259 personen, verbleven op de teldag tijdelijk bij familie en vrienden wegens gebrek aan een andere woonoplossing. We telden in deze regio ook 16 personen die in de openbare ruimte verbleven, 45 personen in de noodopvang, 99 personen die in een instelling verbleven, waaronder 40 personen in een LOI. 62 personen verbleven die dag in een niet-conventionele ruimte, waarvan 17 personen in een kraakpand. En tenslotte tellen we ook 83 personen die op het moment van de teldag nog in hun woning verbleven, maar met een uithuiszetting uit huis dreigen gezet te worden. Daarnaast zien we de cijfers, de percentages van het aandeel mannen en vrouwen voor de verschillende woonsituaties. En die cijfers tonen aan dat in deze regio vrouwen voornamelijk, of toch vaker dan mannen, in opvang en tijdelijk verblijf bij familie en vrienden en in hun woning met erin de uithuiszetting verbleven. Dan bij de direct betrokken kinderen. De grootste groep, 214 kinderen, verbleven met hun ouders in opvang en tijdelijk verblijf. En van die 214 kinderen verbleven 160 kinderen in een doorgangswoning. Eén kind verbleef die dag met een ouder in de openbare ruimte. 14 kinderen in noodopvang. 20 kinderen verbleven in een instelling. 16 kinderen verbleven met een ouder in een niet-conventionele woning. 109 kinderen verbleven ook tijdelijk bij familie en vrienden. En 104 kinderen verbleven in hun woning, maar dreigden uit huis gezet te worden samen met hun ouders. Wat betreft samenstelling van het huishouden, de helft van de getelde personen is alleenstaande zonder kinderen. Ongeveer 1 op 4 is alleenstaande met direct of indirect betrokken kinderen. Ongeveer 3% vormt een koppel zonder kinderen en bijna 14% vormt een koppel met direct of indirect betrokken kinderen. Dan voor de verhoudingen van man en vrouw zien we dat ongeveer 2 op 3 van alle getelde personen man is en 1 op 3 is vrouw. Wanneer we naar de resultaten voor de leeftijdscategorieën kijken, zien we een grote groep, meer dan 1 op 5, die jong volwassen is, die dus tussen de 18 en de 25 jaar is. 2 op 3 of 2/3 van alle getelde personen is jonger dan 40 jaar. Ongeveer 15% is ouder dan 50 jaar.
De meerderheid van de getelde personen in Zuidwest-Vlaanderen heeft de Belgische nationaliteit. Ongeveer 1 op 3 heeft een andere nationaliteit. En de meest voorkomende andere nationaliteiten zijn Afghanistan, Marokko, Palestina en Syrië. De helft van, of ongeveer de helft van de getelde personen is geboren in België. En de meest voorkomende andere geboortelanden zijn vergelijkbaar of zijn dezelfde als de meest voorkomende andere nationaliteiten. Wanneer we dan gaan kijken naar de getelde personen die niet de Belgische nationaliteit hebben, binnen die groep zien we dat ongeveer 28% een tijdelijk verblijfsrecht heeft en 17% onwettig verblijft in België. Hier de resultaten voor de duur van de dak- en thuisloze situatie van de getelde personen. Ongeveer de helft van de dak- en thuisloze personen in Zuidwest-Vlaanderen is minder dan 1 jaar dak- of thuisloos, maar ongeveer 1 op 3 is langer dan 1 jaar dak- of thuisloos, waarvan ongeveer 8% langer dan de 2 jaar. Voor 10% is er nog een woonplaats. Dan gaat het om de personen die op de teldag nog in hun woning verblijven, maar dus dreigen uit huis gezet te worden. 285 personen, of ongeveer 1 op 3, heeft geen enkele gezondheidsproblemen, maar 27% kampt met vermoedelijke mentale problemen en ongeveer 1 op 4 kampt met vermoedelijke verslavingsproblemen. 14% heeft chronische lichamelijke problemen, 5% heeft een fysieke beperking en ongeveer 9% heeft een vermoedelijke verstandelijke beperking. Ook hier hebben we bekeken hoeveel personen mogelijk tot de doelgroep van Housing First kunnen behoren. En zo telden we 63 personen, of ongeveer 8% van alle getelde personen in Zuidwest-Vlaanderen. 16% van de getelde personen verbleef ooit al in een psychiatrisch ziekenhuis of centrum. Ongeveer 1 op 10 verbleef ooit in een jeugdhulp en ongeveer 14% verbleef ooit al in de gevangenis. Dan zien jullie hier de resultaten voor de verschillende inkomensbronnen. 15% heeft geen enkele vorm van een inkomen, maar ongeveer 1 op 4 heeft een inkomen uit een vast of een tijdelijke job. 4% heeft een informeel inkomen en meer dan de helft van de getelde personen ontvangt een vervangingsinkomen of uitkering, zoals een leefloon, maar ook een pensioen. En van alle getelde personen ontvangt 27% een leefloon. Tot zover de belangrijkste resultaten voor Zuidwest-Vlaanderen. Oké, dankjewel. En dan willen we toch nog eventjes verder ingaan om een aantal meer overkoepelende conclusies te maken. Het is zo dat wij in die verschillende regio's toch een aantal belangrijke overeenkomsten zien, een aantal belangrijke resultaten zien die aan de ene kant de resultaten van 2020 op de andere, of in de andere regio's bevestigen, maar die ook verder uittypen. In de eerste plaats, en dat is de belangrijkste conclusie, dat is dat deze methode toelaat om een veel groter deel van de ijsberg die in beeld te brengen. Heel vaak focussen op de meest zichtbare vormen van dak- en thuisloosheid. Het gaat dan om mensen die buiten slapen, mensen die gebruik maken van de nachtopvang of mensen die bijvoorbeeld in zeer erbarmelijke toestanden huisjes wonen of ja, hutten wonen, dergelijke wonen. Maar we zien eigenlijk dat deze methode veel meer toelaat om een veel groter deel in beeld te brengen. We gebruiken daarvoor Ethos Light. Dat instrument toont dat, en dat heeft u gezien in de cijfers, dat in heel wat mensen nog andere overlevingsstrategieën gebruiken, zoals tijdelijk verblijven bij familie en vrienden. Een belangrijke nuancering is wel dat we zeggen dat we een groter stuk van de ijsberg in kaart brengen. Maar we zijn er ook van overtuigd als onderzoekers dat we niet de hele ijsberg in beeld brengen. Het is zo dat ook aan deze tellingsmethode er nog altijd mensen uit beeld blijven. Omwille van het moment van de telling, maar ook bijvoorbeeld omdat ze helemaal op geen enkele manier in contact staan met de vele diensten waar we hebben mee samengewerkt.
Een tweede belangrijke overkoepelende vaststelling, en dat is degene die we ook al op basis van de vorige telling maakten, dat is eigenlijk dat het stereotype beeld van de dakloze persoon en de vaak iets oudere man die een verslavingsproblematiek heeft, die een psychiatrische problematiek heeft, dat beeld wordt toch heel duidelijk doorbroken. Het is echt wel een stereotype dat niet overeenstemt met de realiteit van de cijfers. We zien absoluut dat deze groep aanwezig is in de hele getelde populatie, maar ze vormen niet het dominante groepen. Ze vormen absoluut niet de meerderheid van de personen die we geteld hebben. Het is net door Ethos Light te gebruiken dat we die veel grotere diversiteit in kaart kunnen brengen. Ook heel belangrijk is dat, zeker aan de Vlaamse kant, hebben we niet alleen maar in steden geteld, maar ook in kleinere gemeenten daaromtrent. We deden dat verleden jaar ook al in de provincie Limburg. We doen dat om aan te tonen dat dak- en thuisloosheid geen louter grootstedelijk fenomeen is. Het is effectief zo dat de problematiek meer voorkomt in grotere steden, maar de verschillende tellingen leren ons telkens opnieuw dat ook in kleinere gemeenten, minder dan 15.000 inwoners bijvoorbeeld, dat we toch een half tot één persoon op 1000 tellen, volwassen personen tellen, die zich in een situatie van dak- en thuisloosheid bevinden. De iets grotere steden gaat dat dan over 4 op 1000, in de grotere steden 6 op 1000 tot zelfs 8 à 10 op 1000. Dit zijn zeer ruwe projecties. De cijfers die we verzamelen laten toe om die projecties verder te gaan ontwikkelen en te gaan uitwerken. Maar toch nogmaals de belangrijke boodschap dat we ook die problematiek zien in kleinere gemeenten in België. Ook heel belangrijk als we kijken naar de verdeling tussen de verschillende categorieën, dan zien we dat Ethos Light 1, 2 en 3, zoals we dat dan noemen, de buitenslapers, de mensen die gebruik maken van de nachtopvang, de mensen die verblijven in de tijdelijke opvangvoorzieningen, zij maken slechts ruwweg 1/3 uit van de totale getelde populatie. Dus tellingsmethodes die louter op die drie categorieën focussen, die leiden eigenlijk tot een sterke onderschatting van de problematiek. We stellen ook vast dat buitenslapen, zeker in de grootsteden, en dat zagen we ook al in de tellingen van 2020, dat dat nog steeds een realiteit is en zeker een zichtbare realiteit. Maar we zien tegelijkertijd dat die minder zichtbare vormen van dak- en thuisloosheid, zoals het tijdelijk bij familie en vrienden verblijven, minstens zo belangrijk zijn. Nog meer, of nog concreter, mensen die tijdelijk bij familie en vrienden verblijven, zijn in alle tellingen de grootste categorie. We zien ook een behoorlijk aantal mensen die overnachten in wat wij noemen niet-conventionele ruimtes. Een tent, een garage, een auto, een vrachtwagen en zo verder. Een camping. Dat zijn toch ook belangrijke aantallen. Zeker, denk bijvoorbeeld heel concreet aan de situatie in Charleroi, waar we behoorlijk wat mensen in die situatie geteld hebben. De telling brengt ook mensen in beeld die ofwel de instelling gaan verlaten zonder woonoplossing op korte termijn, ofwel die veel langer dan nodig in die instelling verblijven. Ook dat blijft een belangrijke groep die we op deze manier in kaart brengen. Evelien verwees al naar de specifieke situatie van mensen die wonen op een camping. We hebben absoluut niet alle mensen meegeteld op een camping, en voor alle duidelijkheid. Maar we stellen wel vast door op die campings aanwezig te zijn, dat we daar echt nog werk voor de winkel, werk voor de boeg hebben om die situatie op die campings beter te begrijpen. En om ook de zeer precaire situatie van een aantal mensen die we geteld hebben, die we ook ontmoet hebben, beter in kaart te brengen. Ook heel specifiek voor de regio W13... Nanna verwees er al naar, hebben we intensief ingezet op de LOI's, de lokale opvanginitiatieven. Lokale opvanginitiatieven worden door lokale besturen ingezet voor mensen die in een vluchtelingenstatuut een aanvraag hebben gedaan. Wanneer dat hun
situatie gerealiseerd is wanneer dat zij een verblijfsrecht hebben gekregen, moeten zij op relatief korte termijn LOI verlaten. En we zien, als we daar bijzondere aandacht voor hebben, dat ook daar een precaire situatie is. En mensen die langer dan nodig die in zo'n LOI moeten verblijven, omwille van de reden dat ze geen andere woning, betaalbare woning vinden. Dus dat zijn allemaal andere vormen van dak- en thuisloosheid die deze tellingsmethode in kaart brengt. Martin? Donc voilà, moi je vais prendre la parole par rapport à certaines populations spécifiques. C'est justement, on a croisé les données à travers les quatre dénombrements pour voir qu'est-ce qui ressort comme constat commun des chiffres revus par mon collègue juste avant, quoi. Une des grandes catégories qui ressort, c'est les femmes, finalement, quoi. Comme Kuhn l'a déjà mentionné, on était dans le passé avec un stéréotype du sans-abrisme plutôt homme, âge moyen, avec sa couverture dans les centres urbains, quoi. Mais on se rend compte qu'aux environs d'un tiers des personnes dénombrées sont finalement des femmes, quoi. Et ces femmes, on les voit un peu moins en rue, mais on les voit plutôt dans la catégorie hébergée auprès des maisons d'accueil, des logements de transit et autres, ou dans la catégorie ethos 6, c'est-à-dire des femmes qui trouvent temporairement un séjour auprès des amis, auprès de la famille et d'autres personnes qui les séjournent pour un instant avant de trouver autre chose, quoi. Et ça veut dire aussi que les femmes sont beaucoup plus souvent accompagnées d'enfants, quoi. Et aussi, c'est-à-dire des familles monoparentales. Et une des causes chez les femmes qui est beaucoup plus présente, c'est des problèmes liés, des problèmes relationnels en lien avec éventuels types de violences domestiques ou d'autres violences qu'elles vivent en rue, quoi. Et ça, c'est un peu comme dit le coordinateur aux relais sociales de Charleroi, c'est vraiment l'image du sans-abrisme caché qui ressort avec cette méthode ici, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes dans la population étudiée, quoi. Voilà. Et à côté des femmes, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'enfants, quoi. Dans les différentes villes, on a dénombré différents types d'enfants. Et surtout, c'était la question dans le chat aussi. Ici, on parle surtout des enfants directement concernés, ça veut dire des enfants qui parlent, qui partagent la même situation d'hébergement que leurs parents au moment du dénombrement. Et ça veut dire un peu plus d'un quart des personnes dénombrées sont finalement des enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs parents. C'est-à-dire, à Charleroi, on trouve 200 enfants, à Namur 272, dans la zone de Flandre occidentale autour de Courtrai, 476 enfants, et dans le nord de Bruxelles, autour de Vilvoorde, on retrouve 51 enfants, quoi. Ces enfants, ils se trouvent beaucoup plus souvent dans les services classiques d'aide aux sans-abri, c'est-à-dire les maisons d'accueil, les logements de transit, où elles logent aussi avec leurs parents, temporairement séjournés auprès de leur famille, quoi. On voit aussi que les enfants sont heureusement moins souvent en rue, quoi. Mais ça existe aussi qu'il y a des cas, justement la nuit du dénombrement, qu'il y a encore une mère qui se passe la nuit dehors avec un enfant, quoi, en attente d'une solution. Mais c'est plutôt rare parce qu'on voit qu'ils sont mieux encadrés par les services, qu'ils sont plutôt accueillis par les services ou soit sauvés par des proches qui les hébergent. Et finalement, par rapport aux familles, il y a aussi toute la difficulté des grandes familles là, comme ça, ou toute la difficulté de recherche de logement, de trouver un logement adapté et conforme devient encore plus difficile, quoi. Et puis après, il faut aussi rendre compte des enfants qui sont finalement indirectement concernés par la situation de leurs parents, quoi. Et voilà. Excusez-moi, j'avais un petit doute parce que j'ai fait une question en même temps sur le chat, mais je ne peux pas répondre au chat pendant que je parle, quoi. Donc, merci. Puis, il y a l'autre question, on est en train de mener une recherche plus approfondie de manière qualitative dans 6 grandes villes en Belgique, mais ici, pour l'instant, on est dans le dénombrement des personnes sans-abri. Quand on regarde toutes les adultes, en fait, il y a 20% des adultes qui sont des jeunes adultes, quoi. C'est une catégorie de sans-abrisme qui aussi, dans le passé, a reçu relativement peu d'attention, quoi. Mais c'est finalement des jeunes. Souvent, c'est l'origine, c'est des conflits
avec leur famille, avec leurs proches, qui fait qu'ils sont à la recherche d'autres solutions, qu'ils sont complètement autonomes en cherchant d'autres moyens de s'en sortir. Et c'est surtout la catégorie de sans-abrisme caché qui est encore très importante ici, parce qu'il y a entre 40 et 50% de ces jeunes-là qui séjournent temporairement avec la famille ou des amis, quoi. Cela veut dire que finalement, ces jeunes sont un peu moins souvent dans les services classiques d'aide pour sans-abri. Et leur durée de séjour, leur durée de sans-abrisme sont aussi un peu plus courtes, quoi. Et une chose qu'on voudrait aussi bien signifier, quoi, que finalement, il y a cette idée-là que beaucoup de ces jeunes sans-abri viennent plus ou moins indirectement des institutions d'aide ou de protection de la jeunesse, mais on voit que seulement 15 à 30% ont un passé institutionnel lié à l'aide ou protection de la jeunesse, quoi. Ça veut dire, autrement dit, entre 70 et 85% des jeunes ont d'autres trajectoires d'arrivée dans le secteur de l'aide aux sans-abri, quoi. Et voilà, comme le disent un peu le coordinateur adjoint au relais social de Charleroi, c'est sans-abrisme des jeunes impose la nécessité de mettre en place de nouvelles actions orientées vers le logement pour couper court à la chronicisation de ce public vulnérable, quoi. Voilà, et un dernier point d'attention qu'on veut mettre en avant, c'est toute la question de la migration, quoi. Et je rajoute, il n'y a pas les migrations récemment des réfugiés syriens, des réfugiés ukrainiens et autres, quoi. On voit dans la population de sans-abrisme que les différentes vagues de migration qu'a connues notre pays depuis plusieurs années déjà, et une migration de long terme, a une influence sur le sans-abrisme, quoi. Et ce qui fait qu'il y a un nombre important de personnes avec un statut de séjour précaire, fluctuant, et qui se trouvent entre différentes situations, quoi. Et là, c'est justement à des hauteurs différentes selon les différentes villes, mais présentes dans toutes les villes. Et ça aussi a un impact assez important sur le sans-abrisme. Voilà, je vous invite à lire les quelques extraits là. Et on passe au dernier groupe en question. C'est finalement les personnes qui sont catégorisées le public spécifique Housing First. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont depuis au moins 2 ans en rue et qui ont une double problématique, à la fois un problème lié à la santé mentale ou de psychiatrie, voire une assuétude de différentes manières, quoi. Et là, on voit dans les différentes villes, ce groupe, il est bien présent, quoi. Il y a 180 personnes, 48 personnes à Namur, 170 à Charleroi, 63 en Flandre occidentale et 25 autour de Vilvoorde, quoi. Donc voilà, et ça, on voudrait mettre en avant aussi parce que c'est des personne avec une problématique ou un profil assez vulnérable comme ça qui mérite une attention particulière des services sur place ou des politiques publiques. Donc. Ok. Dank je wel, Martin. C'est pour Koen. Ja, dank je wel, Martin. Ik heb het zo net al eventjes benadrukt. We hebben gepoogd om een aantal gemeenschappelijke trends uit de cijfers te halen. We hebben gesproken over de situatie van vrouwen, de situatie van kinderen, de situatie van jongvolwassenen, de impact van de verschillende migratiestromen. Tegelijkertijd zien we ook wel lokale verschillen. En sommige lokale verschillen kunnen we gemakkelijker interpreteren dan andere. Ik geef één concreet voorbeeld. We zien bijvoorbeeld in de regio W13 heel wat meer, een groter aandeel van mensen in een tijdelijke opvang, in een opvangcentrum of in een doorgangswoning, dan in de regio Vilvoorde het geval is. Dat heeft ook te maken met het soort aanbod dat in die twee regio's aanwezig is. Bijvoorbeeld in W13 in de regio heeft men al een hele tijd een regionale inzet van doorgangswoningen. En dat zorgt er ook voor dat men gemakkelijker mensen tijdelijk kan huisvesten. We zien ook wel wat verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanwezigheid van kinderen, de aanwezigheid van gezinnen. Die verschillen laten zich niet zo heel gemakkelijk verklaren. We zijn ook heel voorzichtig om die vergelijkingen te gaan maken.
we vinden het veel belangrijker om ook vooral te kijken naar de trends die achter die cijfers zitten. Het heeft te maken met de aanwezigheid van specifieke diensten. Het heeft te maken met de kenmerken van een regio. Maar het heeft ook te maken met de manier van tellen. Als er in een bepaalde regio bepaald type van diensten meer aanwezig is, dan kleurt dat ook af op de methode. We zijn ons daar terdege van bewust dat de methode voor een stukje de resultaten meekleurt. Maar ik wil toch nog eventjes benadrukken dat deze methode toch ook een aantal sterktes heeft. En dan meer bepaalt het in kaart brengen van de niet zichtbare kenmerken en de niet zichtbare dak- en thuisloze personen. Wat we wel heel goed merken is dat de telling de beweging creëert, dat de telling de regio in gang zet, om het zo te zetten. En we voelen dat er meer samenwerking is, dat men ook elkaar meer en beter leert kennen. Dat er ook wel een stukje een betere afstemming komt. We gaan in de komende tijd gaan we dat nog beter proberen in kaart te brengen, wat nu specifiek de effecten zijn van de tellingen. De telling laat volgens ons ook een veel meer geïntegreerde, integrale benadering toe. Het is niet zo dat de telling één specifieke groep in beeld brengt. We zien net die hele grote diversiteit. En als je dus een meer integraal beleid wil voeren, zal je ook een diversiteit van maatregelen moeten inzetten. En de tellingen helpen om die prioriteiten te gaan bepalen. Nu, de sterkte van een telling is niet alleen het feit dat dat op één moment gebeurt. De meerwaarde van een telling bestaat er ook vooral in als die herhaald wordt. We stellen dan ook voor om de tellingen om de 2 jaar, om de 5 jaar te herhalen. Op die manier wordt het ook duidelijk welke trends zich verder zetten, welke zaken veranderen en zo verder. Maar nogmaals, een telling werkt maar als je die voldoende keren herhaalt. We zien ook dat de tellingsmethode en vooral ook Ethos Light het debat op gang brengt over wat nu precies dak- en thuisloosheid is. Het feit dat diensten heel specifieke aandacht moeten besteden aan niet-conventionele vormen van wonen, aan tijdelijk verblijven bij familie en vrienden, zorgt er ook voor dat zij zich veel meer bewust worden van de zeer precaire situatie waarin deze personen zich bevinden. En ik zei het daar straks al, we zien ook op Europees niveau de herbevestiging van Ethos Light als het richtinggevende instrument om gegevens te verzamelen over de problematiek van dak- en thuisloosheid. In dat opzicht wordt er ook naar België en naar de Belgische experimenten, zoals ze genoemd worden, gekeken om de nieuwe stappen die op Europees niveau genomen worden, daarop te baseren en te laten inspireren. Dus dat is toch wel een belangrijke pluim op onze hoed, om het zo te zeggen. Een heel mooi compliment dat we vanuit de Europese Commissie krijgen over het werk dat we allemaal met al die diensten samen hier verrichten. Ons verhaal eindigt niet vandaag, integendeel. We hebben het gevoel dat we pas echt op de kruissnelheid zijn aan het komen. Dat ziet u ook op het kaartje rechts. Het is zo dat wij ondertussen al heel wat werk in Vlaanderen en in Wallonië verricht hebben. Maar we gaan een stap verder zetten. Aan de Vlaamse kant gaan we in oktober 2022, dus in dit jaar, in een zevental regio's verder tellen. U ziet ze daar. De regio rond Oostende, de regio rond Brugge, de regio rond Zuidwest-Vlaanderen, rond Roeselare, de regio Waasland, onder andere Sint-Niklaas, de stad Antwerpen, de regio Boom-Mechelen-Lier, de welzijnszorg Kempen, een heel grote regio. Met middelen van de Vlaamse overheid en ook met middelen van de Koning Boudewijn Stichting gaan we aan de Vlaamse kant de methode verder opschalen. We hopen volgend jaar resultaten te presenteren over een grondgebied met meer dan 2,4 miljoen inwoners. Maar ook aan de Waalse kant en aan de Duitsstalige kant gaan we een
versnelling hoger schakelen. We gaan samen met Martin, die daar de lead neemt, de Duitstalige gemeenschap bevragen. We gaan daar een telling opzetten, helemaal aan de Belgisch-Duitse grenzen. We gaan dus ook ons heel materiaal naar het Duitse gaan vertalen. Heel bijzonder. We kijken alvast uit wat dat gaat teweeg brengen. En ondertussen zijn we ook zeer ver gevorderd in gesprek met twee regio's in Wallonië. Het is zo dat we dat vandaag nog niet kunnen bevestigen, maar we hopen daar wel op korte termijn meer informatie over te kunnen bezorgen. Het is zo dat we in Wallonië vanaf nu ook niet in steden alleen maar gaan tellen, maar ook bewust gaan kiezen voor regio's. Dat maakt het des te interessanter, omdat we dan zowel met de Duitstalige gemeenschap, maar ook met die regio's in Wallonië, ook een beter zicht krijgen op de aanwezigheid van de problematiek van dak- en thuisloosheid in kleinere gemeenten, in meer landelijke gemeenten. Ook de Waalse overheid heeft ondertussen toegezegd om de experimenten die wij uitvoeren, de tellingen die wij uitvoeren, om die in een groter kader te plaatsen en om daar ook in de toekomst een engagement op te nemen om de methode verder uit te rollen en verder te ondersteunen. Wat betreft Brussel, Brussel heeft natuurlijk dankzij Bruxelles en La Strada daarvoor heel mooi werk geleverd al gedurende meer dan 15 jaar. De verschillende methoden verschillen een klein beetje. En we willen graag in het komende jaar ook experimenten opzetten om van elkaar te leren, om te zien op welke manier dat we de twee methoden in elkaar kunnen schuiven. We willen absoluut niet het Brussels gewest aanzetten of verplichten om onze methode te gebruiken, integendeel. Want dan zou de ontzettend rijkheid van hun tellingen verloren gaan. Maar we willen wel samen met hen bekijken hoe we nieuwe experimenten kunnen opzetten, zodat we die onzichtbare groep, bijvoorbeeld van mensen die tijdelijk bij familie en vrienden verblijven, beter in kaart kunnen brengen. En Martha verwees er al naar, we zijn ook bezig om meer kwalitatief onderzoek uit te voeren, heel specifiek naar jongvolwassen personen. We zijn nu volop bezig om jongvolwassenen zelf te bevragen. We hopen daarover meer in het najaar te kunnen vertellen, om ook het verhaal van de jongeren zelf te vatten, maar ook van sociaal werkers en diensten die nauw met deze jongeren samenwerken. We spreken dan ook altijd graag van wat we noemen een intersectionele benadering. Dat betekent dat we ook vooral geïnteresseerd zijn in de kruispunten tussen migratie, geslacht, bepaalde problematieken. Want we hebben nu die groepen een beetje uit elkaar getrokken. Vrouwen apart behandeld, jongvolwassenen apart behandeld, mensen met een migratieachtergrond. Maar in de realiteit is het natuurlijk zo dat heel wat mensen meerdere kenmerken dragen en meerdere kenmerken hebben. Goed, tot zover het overzicht van de onderzoeksresultaten, de concrete cijfers en de reflecties over die cijfers. Ik geef graag het woord aan jou, Caroline. Dankjewel, Koen. Jullie zijn vandaag zeer talrijk aanwezig om dit webinar te volgen. De verschillende onderzoeksteams proberen ook op jullie vragen te antwoorden in de chat. Ik ga jullie nogmaals vragen om er echt vragen, inhoudelijke vragen te stellen. Donc, merci de poser des questions de fond dans le chat. En cas de questions donc, supplémentaires, n'hésitez pas non plus à nous contacter par mail. Il y a mes collègues qui sont en train de poster les différents adresses mail dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer encore des mails avec des questions supplémentaires. Alors, afin de pouvoir répondre proactivement à des questions potentielles, il nous semblait aussi intéressant de donner justement la parole aux différentes villes qui ont participé à cet exercice de dénombrement. C'est donc avec plaisir que nous accueillons ici Monsieur Philippe de Couneuc, président de l'association Wedertin, Catherine Loos, coordinatrice de projet à la maison sociale à Villevorde, Bruno Adam du relais social urbain de Namur et Jérémy Wilmotte du relais social de Charleroi. Meneer de Couneuc, Philippe, ik ga met jou beginnen. Een eerste vraag voor u. De regio Zuidwest-Vlaanderen staat in Vlaanderen toch alvast gekend voor haar activiteiten op het vlak van onder andere wonen, bestrijding van dak- en thuisloosheid.
dankzij de gemeenschappelijke samenwerking die jullie hebben van 14 OCMW's. Wat waren voor jullie de redenen om over te gaan op een telling op regionaal niveau? En hoe zal jullie dit verder helpen? Ja, de reden waren we dat we natuurlijk, misschien eerst dat iedereen, op gevaar of anders van onbeleefd te zijn, dat iedereen hebben bedankt voor de belangstelling. De reden waarom wij eigenlijk heel blij waren dat we geselecteerd werden, we hadden ons kandidaat gesteld om de telling regionaal te laten gebeuren, is omdat wij, en professor Koen Hermans heeft het ook daarnet gezegd, omdat wij al heel veel activiteit hebben ondernomen in het bestrijden van dak- en thuisloosheid. Maar we hebben dat gedaan die voorbije jaren zonder wat ik zou noemen een kompas. Ik geef een simpel voorbeeld. Als je in een gemeenteraad een debat voert over je aanpak van je armoede en onder meer het aspect bestrijden van dak- en thuisloosheid, en een gemeenteraadslid vraagt de zeer obligate vraag: hoeveel mensen zijn dat nu in onze gemeente? En je kunt daar niet op antwoorden, dan geeft dat een zeer onvolmaakt gevoel. Ofwel denkt men dat je het niet wil zeggen, omdat je beleid tekortschiet. Dus een beetje, laten we zeggen, politieke argwaan. Maar bovendien, het klinkt ook zo onvolwassen. Je voert beleid zonder te weten wat je omgeving is. En dus, voor ons was het absoluut noodzakelijk. En er was ook iets anders, ik moet toegeven, een beetje het argument van het slecht karakter, hoor. Wij verschoten niet zo van het cijfer, omdat wij natuurlijk met het CAW en de OCMW's al jaren intens inzetten op de bestrijding hiervan. Maar voor ons, we zijn zo blij, voor ons is dat zo nuttig, omdat iemand anders met veel autoriteit, en dat is de Koning Boudewijn Stichting, en dat zijn de onderzoekers die jullie daarvoor hebben aangeduid, die kunnen dat zeggen met een zekere autoriteit, waardoor ons pleidooi, en dan kom ik tot het volgende, ons pleidooi om nog intenser op te zetten, veel geloofwaardiger wordt. Ik ga het even gewoon politiek zijn, en ik denk dat de meeste mensen dat wel zullen kunnen inschatten. Als ik als schepen van sociale vooruitgang of als voorzitter van W13 zeg: beste mensen in onze regio, beste mensen in mijn stad, wij hebben meer middelen nodig voor sociale vooruitgang, dan zeggen ze: ah, dat is normaal, die mens komt op, die wil gewoon meer middelen. Nu kan ik op basis van dit rapport zeggen: ziet je wel, want wat we nu zien is ondraaglijk. En u heeft er daar straks naar verwezen. Ik kan aan geen normale mens in een beschaafde regio uitleggen dat er 141 kinderen in mijn regio dakloos zijn. Dat krijg je niet uitgelegd. En dus, hoe vreselijk die vaststelling is, zo nuttig is het tegelijkertijd om een appel te doen aan iedereen rond de sense of urgency, om daar met vereende krachten iets aan te doen. En dus het eerste wat wij gaan doen is, we hebben gezien dat we, als we de cijfers een beetje analyseren, 7 op de 10 mensen die geteld werden in onze regio, die zijn aangebracht door de Verenigde OCMW's en het CAW. Dat wil zeggen dat er 3 op 10 zijn aangebracht van mensen die we eigenlijk niet kennen. Dus die mensen die aangebracht zijn, die kennen we eigenlijk niet. Die andere mensen staan min of meer op onze radar. Dat wil dus zeggen dat we door interne informatiedoorstroming ook die andere 3 op 10 zullen kunnen bereiken. Tweede actiepunt. Wij hebben intussen een aantal nieuwe programma's afgesproken voor uitbreiding van Housing First, opvangwoningen, noem het op. En dus dat wil zeggen dat de bestaande inspanningen die we hebben, dat we die nog gaan intensiveren. Een ander praktisch voorbeeld. Ik ben momenteel aan het overleggen met het CAW, die in opdracht van de stad Kortrijk de nachtopvang organiseert. Dus wij financieren, het CAW voert uit, om die inspanningen nog te vergroten. We hebben de voorbije jaren van een capaciteit van 900 overnachtingen zijn we gaan vertienvoudigen naar 9000. Die 9000 is blijkbaar nog niet voldoende. Dus les zoveel, ook dit moet uitgebreid zijn. En dan, last but not least, met dit rapport in de hand, onder de arm, kunnen wij ook aankloppen bij de bovenlokale autoriteiten om te zeggen: help ons meer dan ooit. Ik heb volgende week daar een gesprek over met de federale minister bevoegd voor stedenbeleid,
om de Housing First-programma's echt wel onder de aandacht te brengen. En een ander iets waar, en ik heb er vandaag ook in een aantal interviews toch op gewezen, we moeten echt wel opletten als we maatregelen afkondigen, ook op het regionale niveau, dat we niet maken dat ze perverse effecten hebben. En dan verwijs ik onder meer naar het nieuwe woondecreet in Vlaanderen. En ik neem aan, allemaal met de beste bedoelingen geredigeerd, hè. Ik twijfel daar niet aan. Maar in onze regio leidt het tot een toekomstige situatie waarbij mensen die nu moeten bediend worden met een versnelde toewijzing via het puntensysteem van de SVK's, dat we minder mensen gaan kunnen bedienen. Dus de meest kwetsbaren zullen nu nog erger in de buitenbaan lopen dan vroeger al het geval was. En dus concreet, bij ons gaat het, de telling 1313 mensen gaat over ongeveer 850 gezinnen. Als we het nieuwe decreet hebben rond wonen, wil dat zeggen dat er elk jaar 80 gezinnen bijkomen. En dus we zouden zeggen aan Vlaanderen, denk daar toch goed over na en laat ons heel pragmatisch en flexibel omgaan met die toewijzingspijlers en laat ons toch ervoor zorgen dat het beleid meer aansluit bij realiteit. En daar sluit ik mee af. En dank trouwens dat ik de kans kreeg om toch even hier het woord te nemen. Uiteindelijk is het altijd te herleiden tot dezelfde kwestie. Je merkt dat nu ook met de mensen die in al hun ellende vanuit Oekraïne in onze contrein arriveren. We moeten die mensen helpen. Maar wat zie je? In de kortste keren ontstaat er een debat, ook een beetje bij sommigen gebaseerd op afgunst en het opzetten van mensen tegen elkaar, over wie moeten we nu eerst helpen? Eigenlijk, we moeten ze allemaal samen kunnen helpen. En dat wil dus zeggen, met z'n allen, en voor alle duidelijkheid, ik veeg voor eigen deur, dus ook wij moeten voorzien in meer betaalbare en sociale huisvesting. Dat is uiteindelijk het antwoord op alles. En ik hoop dat het cijfermateriaal, en ik dank zowel de Koning Boudewijn Stichting als de experten, het onderzoeksteam, bijzonder voor dit nuttige materiaal, want het is een extra wapen in, laten we zeggen, iets wat niet zou mogen voorvallen in een beschaafde samenleving. Dus onze oprechte dank. Dankjewel, meneer De Koning. Dankjewel, Philippe, voor deze duidelijke bijdrage in dit mooie pleidooi. Dan richt ik mij nu tot u, mevrouw Loos, Katrien vanuit de stad Vilvoorde. Jullie hebben met de eerste lijnzone Bravio deelgenomen aan deze telling. Daar waren meer dan 30 organisaties ook bij betrokken. Hoe hebben jullie dit praktisch aangepakt en hoe gaan jullie verder aan de slag met deze resultaten? Ja, goedemiddag iedereen. Ik ben blij dat ik een beetje een inkijk kan geven over hoe het praktisch aan toe gaat, zo'n telling. En eerst en vooral alle dank aan de mensen van de KU Leuven. De methodiek die gebruikt wordt, die is zo logisch en gestructureerd opgebouwd. Is ook het draaiboek dat voorhanden is voor steden en gemeenten is zo goed uitgewerkt dat het eigenlijk wel relatief makkelijk is om een telling op te zetten. Wat wel heel belangrijk is, is dat je als lokaal bestuur een gedragenheid hebt, zowel intern om dit te doen, als ook bij de andere lokale besturen die hebben meegewerkt. En je merkt wel dat er nog wat werk is aan sensibilisering bij de besturen, maar ook bij de organisaties die meegewerkt hebben aan de telling. Zoals al een paar keer aangehaald is, we hebben wel nog wat werk om mensen bewust te maken van het feit dat kindthuisloosheid verder gaat dan alleen de mensen die op straat slapen. Dus alle organisaties aanspreken, beroep doen op het netwerk dat je hebt als lokaal bestuur, als OCMW, dat vraagt wel wat tijd en inspanning. We zijn gestart met het oprichten van een stuurgroep. We konden terugvallen op mensen die hier al actief waren in ons lokaal daklozenoverleg. Dus dat was wel een meevaller, dat we daar toch al stappen aan het inzetten waren. En vanuit die stuurgroep wordt iedereen ingeschakeld om zijn eigen netwerk aan diensten, aan organisaties, aan contacten in beeld te brengen, zodat die op hun beurt hun medewerkers en hulpverleners kunnen gaan overtuigen en kunnen gaan informeren over hoe te tellen en wanneer te tellen, wie te tellen. En daarbij zijn we stap voor stap goed ondersteund door de KU Leuven, dus daar ben ik heel blij om.
Dat is een proces van een paar maanden, dat sensibiliseren, mensen overtuigen, iedereen goed op de hoogte brengen over wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren, om dan toe te leven naar één moment in oktober, waarop dan de telling effectief gebeurt. Daarna in spanning af te wachten op de resultaten, waar dat we dan een eerste terugkoppeling hebben gekregen van de naakte cijfers. En dan daarna nog wel de kans hebben gekregen om met iedereen samen van de stuurgroep feedback te geven. En ook de verhalen achter de cijfers naar boven kunnen brengen hebben. Wat wij nu verder met die resultaten gaan doen. Ik denk dat ik een beetje hetzelfde ga vertellen als Filip zo net. Wij gaan de projecten die hier lopen, zoals de nachtopvang, zoals het tijdelijk verblijf, zoals de jongerenprojecten, de Housing First projecten, die opnieuw te gaan bekijken, opnieuw te gaan evalueren, gaan bijsturen. En ook de samenwerkingen die er ontstaan zijn, zowel intern als met andere lokale besturen, te gaan gebruiken om beter beleid te voeren. En hopelijk ook de hogere overheden te kunnen gaan sensibiliseren om hier meer middelen voor vrij te maken. Want de oplossing is meer betaalbare en toegankelijke huisvesting voor iedereen. Ja. Dankjewel, Catherine. Alors, en Wallonie, ce sont les deux relais sociaux qui ont coordonné à chaque fois les dénombrements à Charleroi et à Namur. Dans chacun des villes, une quarantaine d'organisations ont participé au dénombrement. Les équipes de recherche étaient agréablement surprises par la fluidité de l'organisation de ces dénombrements et par la collaboration positive entre les différents acteurs. Alors, peut-être d'abord vous, Monsieur Bruno Adam, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la motivation des différentes organisations à Namur de participer à ces dénombrements? Oui, alors bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors effectivement, donc tout d'abord, il faut savoir qu'en tant que relais social, que ce soit à Namur ou à Charleroi, donc de par nos missions qui consistent donc à notamment à coordonner donc les institutions publiques et associatives qui viennent en aide aux personnes sans abri, il a été relativement finalement facile et évident pour nous d'inviter nos partenaires directs hein, de réseau à participer au projet de dénombrement, notamment parce qu'elles connaissent les enjeux du secteur. Là où il a fallu plutôt convaincre et sensibiliser, c'est plutôt vers les partenaires issus de l'intersectoriel, c'est-à-dire les secteurs connexes au secteur social et au secteur de l'aide aux personnes sans-abri. Donc, on pense au secteur de la petite enfance et de l'aide à la jeunesse, notamment les AMO, le service droit des jeunes, l'ONE, le secteur des soins de santé et de santé mentale, les hôpitaux généraux, les maisons médicales, les hôpitaux psychiatriques, le secteur de la justice avec la prison de Namur, notamment qui a participé, les opérateurs de logement ou les associations qui viennent en aide et en soutien aux personnes étrangères ou d'origine étrangère. Alors, ces différentes institutions et services sont directement ou indirectement en contact avec le public cible aussi, car ils reçoivent, accueillent et accompagnent aussi ce public en situation de sans-abrisme. Alors, l'enjeu a donc été de les convaincre qu'elles sont tout autant concernées par le dénombrement parce qu'elles sont aussi probablement, elles ont aussi probablement connaissance de situations de sans-abrisme potentiellement non connues par les partenaires du secteur social et qui autrement passeraient alors probablement sous les radars. Donc la réussite évidemment de cette étude dépend notamment du nombre élevé d'organisations participantes afin d'avoir la vision la plus large et la plus complète possible du phénomène du sans-abrisme. Véritablement, au niveau des motivations des institutions à participer à ce grand projet de dénombrement, moi j'en ai identifié trois. Alors la première, d'une manière générale, pour les services, la participation au dénombrement permet de contribuer à mettre sous le feu des projecteurs le phénomène du sans-abrisme et de rendre finalement visible l'invisible, de pouvoir mettre en lumière l'ampleur du phénomène et, in fine, eh bien, de mettre en lumière aussi indirectement la charge de travail que cela implique aussi quotidiennement dans le cadre de cet accompagnement du public de personnes sans abri et sans logement par les acteurs de terrain. Ça, c'est, une première motivation. Une deuxième motivation, alors pour certaines structures
en particulier, je pense aux hôpitaux psychiatriques ou aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par exemple, c'était pour eux une opportunité pour ces structures de mettre en lumière le fait qu'elles, eux aussi, elles sont amenées à continuer à héberger des personnes parce qu'elles n'ont pas de solution de logement, alors que la période d'hospitalisation ou d'accueil est arrivée théoriquement à son terme. Et donc, elles aussi, elles contribuent, elles supportent aussi, en fait, ces situations de sans-abrisme. Et alors, troisièmement, et là, je pense que c'est en tout cas, nous, à Namur, un argument sur lequel on a effectivement motivé, je pense, les différentes institutions partenaires, c'est qu'au-delà de l'étude chiffrée et de tout l'intérêt, évidemment, statistique qu'on peut qu'on peut avoir, c'est effectivement l'intérêt des partenaires de participer activement à l'élaboration d'une stratégie efficace et chiffrée de lutte contre le sans-abrisme, puisque le dénombrement en est le socle, la base qui permet l'objectivation du phénomène nécessaire pour mettre en place des actions qui soient efficaces et calibrées pour le public concerné. C'est en tout cas l'objectif que nous nous sommes donné à Namur et que nous nous donnons à travers la stratégie de fin du sans-abrisme que le Relais social urbain namurois porte avec ses partenaires. Merci beaucoup, Bruno. Alors, dernière question pour vous, Monsieur Wilmot, Jérémy. Une collaboration entre 40 acteurs demande aussi une coordination très importante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ceci a signifié concrètement pour vous en tant que coordinateur de ce dénombrement? Alors, oui, je peux l'expliquer. Bruno a déjà dit précédemment que le rôle d'un relais social, c'est de créer du réseau. Et c'est vrai que c'était un élément extrêmement facilitateur pour nous au relais social de rassembler des partenaires et même de nouveaux partenaires, des gens un peu plus éloignés de notre secteur habituellement, puisqu'on avait déjà cette pratique de rassembler les gens autour d'un projet commun. Moi, je voudrais dire que cette recherche, elle nous a surtout permis de renforcer des liens et d'en créer de nouveaux. Et le meilleur exemple pour nous à Charleroi, ce fut le jour du dénombrement de rue, puisque à l'aide de l'expertise de nos travailleurs de rue, qui avaient beaucoup préparé ça en amont, on a fait un très large appel à du volontariat de venir passer une soirée à compter les sans-abri. Et les gens qui se sont proposés furent extrêmement nombreux, alors qu'on était à une période où la pandémie avait repris de plus belle et que beaucoup ont dû faire fourreau pour cause de Covid. Mais on a eu malgré tout énormément de volontaires et pas spécialement ou pas uniquement des travailleurs sociaux. Hein. C'était parfois des gens très très éloignés de notre secteur, comme des agents administratifs, ou des gens qui font partie de la direction du CPS de Charleroi qui sont venus comme ça se porter volontaires pour compter les sans-abri ce soir-là et in fine découvrir ce qu'était le sans-abrisme et aussi finalement le métier des travailleurs de rue qui est parfois un peu méconnu vu de l'extérieur, un peu trop idéalisé ou parfois un peu trop méprisé. Donc il y a eu cet aspect-là, coordonner cette soirée-là fut quand même un travail de longue haleine, puisqu'on parle d'une centaine de personnes qui chacun avait leur petit territoire par duo ou trio. Et c'était aussi des gens qui n'avaient pas l'habitude normalement de déambuler et de partir à la recherche des sans-abri. Donc ça a été une immense expérience qui a permis de créer du lien et du réseau avec des partenaires un peu moins habituels pour un relais social. Ça a été un grand souvenir à Charleroi. Un autre moment, c'est toute la préparation. C'est vrai que ça allait demander énormément de temps à certains services de remplir un formulaire pour chaque sans-abri rencontré, parce que certains services, ils avaient en tout cas prévu de remplir plusieurs centaines de formulaires, parce que ce sont des services spécifiquement destinés aux sans-abri et qu'ils ont un très très large public. Et donc, en amont, on a vu préparer ce dénombrement de manière à ce qu'au moment où
l'encodage des formulaires allait se réaliser, que ces services ne soient pas contraints, fermés parce qu'ils encodaient. Je pense à un service du CPS qui attribue des revenus d'intégration aux personnes sans abri. Ben, évidemment, ils avaient plusieurs centaines de formulaires à remplir. Et donc, il fallait trouver des volontaires pour les aider à encoder cela. Donc, ça, c'est vraiment une solidarité aussi au niveau d'une ASBL très importante pour les sans-abri à Charleroi. Un accueil de jour, mais là aussi, il y avait énormément de gens qui étaient susceptibles d'être dénombrés. Et donc, il fallait trouver des moyens pour assurer à la fois la poursuite de la recherche de manière la plus exhaustive possible, mais en même temps, faire en sorte que leur activité continue pendant la semaine où on devait remplir les formulaires. Pour le reste, je trouve que l'équipe de recherche nous avait beaucoup aidé. Je remercie Martin et ses collaborateurs, notamment Nicolas, qui avait assez bien encadré nos préparations en réunissant des groupes où ils venaient expliquer comment on devait dénombrer, ce dont on devait tenir compte. Et cette préparation elle a vraiment permis à chaque service, à tour de rôle, de se rendre compte que le dénombrement, ça concernait effectivement des services dont le sans-abrisme est le public classique, mais aussi des services plus éloignés. Et comme Bruno l'a dit précédemment, mais oui, ça, il fallait convaincre certes des hôpitaux ou des services d'aide aux justiciables, mais je trouvais que ce moment organisé par Nicolas et Martin permettait à chacun de prendre conscience que finalement, même si ce n'était pas le public de base du service, mais oui, ils étaient confrontés à des sans-abri. Et en plus, quelque part, ça sonnait un peu le point de départ, cette fameuse rencontre en petit groupe. Ça permettait aux gens de commencer à penser le dénombrement. Voilà, donc un travail de longue haleine, mais vraiment facilité par tout ce qui avait été mis en place. Et comme ça a été déjà dit aussi précédemment, facilité aussi parce que tout le monde avait conscience que la recherche était fondamentale. Et permettait enfin de valider ou invalider des hypothèses qu'on émettait depuis longtemps dans notre vie. Voilà. Dank jullie wel, Jérémy, Bruno, Catherine en Philippe. We komen aan bij het einde van dit webinar. Ik weet dat we niet op alle vragen hebben kunnen beantwoorden, vandaar dat mijn collega's nogmaals in de chat onze gegevens zullen plaatsen, zodanig dat jullie nog bijkomende vragen per mail kunnen sturen, waar we zeer graag op zullen antwoorden. Ik zou eerst en vooral ook de tolken willen bedanken voor hun vertaalwerk. Dankjewel, Sibyl en Karine, om achter de schermen dit event in goede banen geleid te hebben, net zoals Mediamixer die ingestaan heeft voor de technische organisatie. Ik vind het ook zeer belangrijk om Fidel en Paco, de twee jongeren die getuigd hebben in het filmpje, nog even te bedanken voor hun getuigenis. Verder vind ik het zeer belangrijk als stichting om de lokale besturen nogmaals te bedanken voor hun vooruitziendheid, hun politieke moed en hun tijdsinvestering. Ook de meer dan 150 organisaties die aan deze tellingen meegewerkt hebben, kunnen niet genoeg bedankt worden. Maar in naam van de Koning Boudewijn Stichting zou ik ook zeer graag de onderzoeksteams willen bedanken voor de grote hoeveelheid hoogstaand werk die zij verricht hebben in de afgelopen maanden. Evelien, Nana, Ella, Nicolette, Noémie, Koen en Martin, dank jullie wel hiervoor. We hebben dan ook eerste positieve echo's mogen ontvangen van de lokale besturen en van de organisaties. Zij kunnen eindelijk over kwalitatieve en kwantitatieve gegevens beschikken en hierdoor kunnen ze hun beleid alvast verder scherpstellen en gerichte maatregelen gaan nemen. We zijn er dan ook van overtuigd dat door middel van deze tellingen het beleid verder geoptimaliseerd kan worden. Het is echter nodig dat dit op verschillende, en we hebben dit meermaals gehoord vandaag, dat het op verschillende en niet enkel op het lokale beleidsniveau gebeurt. Pour 2022, comme le professeur Hermans l'a déjà mentionné, nous nous réjouissons du fait que le gouvernement flamand soutienne des dénombrements dans cette nouvelle zone en Flandre et nous nous réjouissons également de la coopération confirmée par la communauté germanophone.
Le fait que le gouvernement wallon s'est déjà formellement engagé à financer des projets pilotes pour lesquels des dénombrements seront organisés à l'avance est encourageant. Mais aussi au niveau européen, les équipes de recherche ont également fait des progrès. Plusieurs pays européens, dont certains sont présents ici aujourd'hui, ont manifesté leur intérêt pour des dénombrements menés par les équipes de recherche en Belgique. L'un des fers de lance de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, une initiative de la Commission européenne qui a été lancée en 2021 et dont la Belgique est co-signataire, est l'importance justement du monitoring et de la collecte de données. L'expérience belge est également suivie de près dans ce contexte. En collaboration avec les chercheurs, la Fondation a donc deux objectifs supplémentaires en 2022. D'une part, nous comptons évaluer les différents dénombrements et nous sommes très curieux de savoir justement ce que les différents dénombrements déclenchent ou ont déclenché au niveau local. Donc, nous allons réunir l'ensemble des coordinateurs locaux qui ont participé aux 9 dénombrements dans le passé pour voir quelles sont les actions qui sont mises en place et quel est l'impact multiple qui a pu être créé avec ces dénombrements. Et puis, d'autre part, comme professeur Hermans l'a déjà mentionné, nous trouvons également important de focaliser sur certains groupes cibles spécifiques tels que les jeunes adultes. Donc, en plus des données quantitatives, les chercheurs écoutent en ce moment également les histoires des jeunes pour avoir une meilleure idée de leur trajectoire et surtout de leurs besoins. Fin septembre, ces résultats seront expliqués lors d'une journée d'études. La Fondation communiquera aussi prochainement sur les nouveaux appels à projets qui seront lancés en 2022 sur la thématique du sans-abrisme. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter, au moins, si vous désirez rester au courant de ces différentes initiatives que nous entreprenons. Toutes les informations qui ont été présentées ici aujourd'hui, ainsi que l'enregistrement du webinaire, se trouveront sur notre site web. Mais ma collègue le partagera encore une fois pour que vous disposiez bien de toutes ces données-là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté si massivement à ce webinaire. Donc, il y avait plus de 450 personnes qui étaient inscrites. Bedankt om allemaal zo massaal aanwezig geweest te zijn en deel te hebben genomen aan deze webinar. En we wensen jullie verder ook nog een zeer fijne dag. Dankjewel en aarzel niet om ons te contacteren.